schoolplein van de Oscar Romero is een groep kleine kinderen hard aan het werk. Op de Oscar Romero is de pauze net begonnen. Jongens, zullen we naar buiten gaan? Ja! Is het schoolplein nog klaar dan? Nee, want vanochtend zag ik ze nog werken. Als ik jullie per groepje aanwijs, mogen jullie in de rij gaan staan. Als groep 7 de kinderen ziet werken, besluit ze er iets van te zeggen. Waarom laat je hem werken? Het is lekker goedkoop. Waarom werk je voor hem? Mijn ouders hebben niet genoeg geld en daarom ben ik hier om te werken. Dit kan toch niet? Kijk hoe jong ze zitten aan het werken. We moeten echt een onderzoek uit doen, dat is echt niet normaal. We moeten een plan bedenken. Ja, dat gaan we doen! Hey! Kunnen we de kinderen helpen? Moeten we een oplossing vinden? Maar hoe? Jongens, kijk wat ik op internet vind. Kijken? Elk kind dat hulp nodig heeft, kan hulp krijgen van de overheid. Wisten jullie nog dat we daar bij het schoolplein waren? Toen zagen we daar toch veel kinderen, een paar kinderen werken. Nou, deze vier kinderen hebben bedacht om het werken te stoppen. Er zijn een paar kinderen nodig die volwassen mensen gaan zoeken om het werk over te nemen. Er zijn een paar kinderen nodig die naar de overheid gaan om geld te regelen. En er zijn ook een paar kinderen nodig die het spandoek gaan maken. De actie van groep 7 is een groot succes. De kleine kinderen hoeven niet meer te werken en kunnen voortaan gewoon naar school.